Goedendag. Uitleg voor de WOT van zaterdag 21 maart. Nou, we hebben er bijna al een week op zitten. De tijd wordt er, blijft een hele onzekere tijd, maar we proberen natuurlijk elke dag in beweging te blijven. Al is het dit niet, dan wellicht wat je op een andere manier doet. Als je deze wel doet, ik zal toelichten wat er voor op het programma staat. Een Tabata sprint plus jogger. Dat kan je buiten doen, maar je kan het ook gewoon op de plek doen waar je staat. En dan is het het sprinten. Hoog tempo. 20 seconden. De rust. Normaal de 10 seconden rust, die gebruik je voor het joggen. Rustig joggen, plek. En dan ga je weer naar sprint. Dus je bent 4 minuten bezig met sprint en joggen. Daarna doe je 5 rondes van 7 overhead squats. Handen deze manier boven je hoofd. Rustig zakken. Tot een squat. En weer rustig omhoog. Dus het gaat niet om snelheid, het gaat om kwaliteit. Heb je er moeite mee met de handen boven je hoofd? Doe je de handen voor je. Walk to cobra. Voet onder de heup. Handen naar de grond. Zoveel mogelijk de benen gestrekt houden. Je loopt naar voren. We zakken door en je houdt je heupen nu wel vrij van de grond. Alleen je handen en je voeten zijn op de grond. Dan loop je weer terug tot het punt dat je benen gestrekt kunnen blijven. Is dat hier? Doe je tot daar. Hou je ook weer een moment vast. Loop weer naar voren, zak weer door. Dat doe je ook 7 keer. Dan doen we 7 sit-ups. Op deze manier. Goed naar voren komen, schouder bij de heup. Is dat een lastige? Dan doe je deze crunches met de handen tot de knie. Ook 7 keer, in totaal doe je dat 5 keer. En 7 keer is 2 zijn echt voor kwaliteit, dus niets op snelheid. Dan de workout voor morgen. 2 keer 7 minuten AMRAP. Dus zoveel mogelijk rondes in de 7 minuten. 11 Russian swings. Normaal zou ik met, dat kan met meer ronden voor hebben, laat het zo zien. Heb je geen voor bij de hand, dan doe je een glute bridge. Voeten zet je op de grond, schouders op de grond, handen mag je op je borst doen. 1. 2 en zorg ervoor dat je telkens net de grond aan tikt, maar wel spanning houdt in je lichaam. Dus niet hier ontspanning, spanning houden in de buik. Billen goed aanspannen als je boven bent. Terug. 11 stuks. De glute bridge zou je wel kunnen verzwaren ook met de voorwerp wat je op je buik houdt. Doe je een swing. Met een dumbbell zou dit kunnen zijn. Dus. Kniestrekking, heupstrekking, gewicht tot je ooghoogte. Kan uiteraard ook met een kettlebell. En als je weer een rugzak hebt of een ander voorwerp, dat je het op die manier ook kunnen doen. Met een bal wordt dat wat lastig. Je kan het wel proberen op deze manier. Zou ook nog kunnen, vind je dat minder fijn. Dan gebruik je die dus voor de glute bridge. Dus dan heb je de keuze welke oefening je doet. Front squats. Daar hebben we dus wel het liefst een voorwerp. In dit geval voor de bal. Goed zakken als het lukt. Heup onder de knie. Lukt het niet, doe je het weer bij een stoel, dus dat je tot deze hoogte kan zakken. Strekking bovenin, betekent kniestrekking, heupstrekking. Zo maak je 11 herhalingen. Dan gaan we vervolgens naar push-up. Rechte lijn, handen iets naar buiten, zodat je elleboog naar je lichaam gaat. Borsten naar de grond, kijk iets naar voren en omhoog. Heup, blijf vrij van de grond. Is die zwaar, doe je deze. Is die zwaar, ga je met je handen naar een bankje of naar een box of een stoel. Zorg er wel weer voor dus je benen, je billen en je buik op spanning zijn. 2 minuten rust. Dan gaan we naar weer een 7 minuten AMRAP.
11 Russian Swings Blue Bridges. Keuze weer aan jezelf welke oefening je pakt. Tweede oefening is anders. 11 presses. Met een bal. Dat mag dit zijn. Mag ook met je heup. Dus een push press, zakken. Houd het gewicht in je hak. Heup en schouders in de lijn met de hak. Strekking tot boven het hoofd. 11. Ook met een kettlebell. Kettlebell voor je. Strekking tot daar. Dumbbell. Op ook hier. Een ander voorwerp wat je hebt. En een rugzak. Een boekje erin. Tot daar. Elle pressen. En dan sluiten we ook weer aan met elle push-ups. Ook weer zoveel mogelijk jongens in 7 minuten. Trouwens 40 minuten werken. Als je dat hebt gedaan, ga je nou rustig een cooling down. Dan wil ik eerst dat je 2 minuten lang, handen op je buik. Diep inademen via je neus en je buik. Uitblazen via je mond. Even alles weer tot rust brengen. Als je dat hebt gedaan, leg de voet naar voren. In deze positie een 15 tellen vasthouden. Loop je even terug. Loop weer naar voren. Linkervoet naar voren. Ook weer 15 tellen vasthouden. Deze doe je 3 keer, dus beide kanten 3 keer. Dat is de cooling down. En dat is wat betreft de workout voor 2023. Aankondigen in ieder geval al even het verlengen van de cooling down. Op zondag 22 maart hebben we om 11 uur een mobility live sessie, maar daar krijgen we meer informatie over. Succes in ieder geval met deze workout vanmorgen en we zien elkaar morgen weer. Bye.